Welkom in de studio in de Mubarak moskee in Jabhat al-Nusra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunt u vertellen waar u vandaan komt? Ik kom van Suriname. En uw ouders waren daar geboren? Een paar waren naar India geboren. Die kinderen van mijn oude ouders zijn in Suriname geboren. En wanneer bent u precies geboren? 1921 in november geboren. Oh ja. Waarom hebt u toen besloten om u daarbij aan te sluiten? Herinnert u dat nog? Ja, en ze spreken elke middag daar. Ik had een klein boekje van Maulana Rashid gehad, Galti Kasala. Oh ja. Daar heb ik gelezen en direct ben ik klaar met ze. Ik, mijn vrouw, allemaal, alle kinderen. Zei ik me, deze is die Jamaat Ahmadiyya. En we hadden bij mij thuis daar 7 of 8 jaren op mijn huis namaz gelezen, alles daar. Ik ga een stukje land hier geven, Maulana Rashid. En daar heb ik langzaam masjid. Moskee daar gebouwd. Dat was de eerste moskee van de... Ja. Ja? Waar was dat? In Paramaribo? Vroeger was de streek, maar nu is allemaal in Paramaribo benoemd. Ja. En je hebt hem ook gebouwd zelf? Ja, zelf gebouwd met hand. Alles, hoeveel jaren. Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte? Wat? Van de moskee? De moskee is 9,5 plus 11 meter. 11 meter, oh, ja. En dat stukje van die moskee is 25 ketting breedte en dan nog 5 ketting diepte. Als u tot God bidt, wat vraagt u nou altijd? Ja. Het meeste? Ik zeg, Allah, vergeef mij en vergeef al die mensen die zijn op het wereld. En geef ze een mooie hart, goede en een hart en een hoofd, laat ze begrijpen. Om Masimoud, Imam Mehdi is gekomen en de gelaafd ze moeten accepteren. En wat is uw functie in de Ahmadiyya Jamaat in Suriname? Voorzitter. Voorzitter? Ja. Oh, ja. Nou, dank u wel voor dit advies en voor dit interview. Ja. Jazakallah. Ja. Dank u wel.